Ik ben Willemijn Zwart, ik ben educatief ontwerper en projectleider van Expeditie Vrijheid. Expeditie Vrijheid is een lespakket voor groep 7 en 8, waarin ze kennis maken met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar dan niet over Rotterdam of Amsterdam leren, maar juist over dingen hier in de eigen omgeving in de provincie Overijssel. Als educatief ontwerper probeer ik samen met scholen lesmateriaal te ontwikkelen. En in dit geval hebben we een oproep gedaan. Daaruit hebben zich toen in no time 10 scholen aangemeld. En met die 10 partnerscholen zijn we het hele ontwikkeltraject eigenlijk ingegaan. En dingen als methodevervangend werken, omgevingsonderwijs, dus met de kinderen de klas uit, veel aandacht besteden aan burgerschap. Dat komt allemaal echt bij die partnerscholen vandaan. En met die 10 scholen zijn we gaan praten over wat is nou het uitgangspunt van... In Expeditie Vrijheid hebben we ervoor gekozen niet alleen gebruik te maken van tastbaar erfgoed in de omgeving van de kinderen, dus oude monumenten, bunkers, maar ook van het steeds groter wordende aanbod van digitaal erfgoed op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, dat door allerlei verschillende platforms, websites, en stichtingen wordt aangeboden. Onze samenwerking met Netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet is enorm waardevol. En dat komt met name ook door de kennis die zij al hebben van de verschillende digitale bronnen die er specifiek op dat gebied van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk zijn. En hoe die ontsloten zijn, hoe je ze aan elkaar koppelt, hoe je kunt zorgen dat je slim met zoektermen werkt, dat je zorgt dat je geen dubbelwerk doet. Dus alles wat we digitaal aanbieden, dat op een manier is dat ook in de toekomst andere projecten daar weer gebruik van kunnen maken. Als je het hebt over belangstelling van de scholen, dan is iets dat ons met name op is gevallen dat er inmiddels 178 scholen zijn die zich aangemeld hebben om aan het programma deel te nemen. Dus dat we blijkbaar echt een behoefte vullen die het gewone lesmateriaal voor de Tweede Wereldoorlog niet vervulde. Mijn droom is dat ik met een project als Expeditie Vrijheid kan laten zien hoe gaaf onderwijs kan zijn en hoe goed onderwijs in elkaar kan zitten zonder dat dat zorgt voor heel veel extra belasting van docenten.